wat er gebeurde in de vorige aflevering van Pietot. Ja, ik twee woorden, lege letters. Bier halen. Want we moeten wel weer even een stukje beter met z'n allen bij elkaar blijven, zeg maar. In plaats van dat iedereen zo... Heen en weer. Nee! Nou, vooruit dan maar. Misschien wel wat... Wie zegt dat ik dat wil? Tackle, mijn god! Nou, als je daar niet geen zin in hebt, dan stop je maar met de opnames. Hey, what's up, kijkers van Time for Games. Vandaag hebben wij dus, zoals jullie zien, zonder facecam. Helaas. En Laurora is nog steeds een beetje ziekjes. Dus ja, die kan er helaas nog steeds niet bij zijn. En vandaag zijn wij hier met... Thijs. Eva. Theos. Oh, daar is er. En zoals jullie dus kunnen zien, hebben wij vandaag de uitdaging om de gym te gaan verslaan. Wat een uitdaging. We zijn al bezig. Ja, wat een uitdaging. Jullie wachten gewoon niet even. Nee. Nee, de. Waarom zouden we? Ja. Dat is pech, Sandra het weg. Dat is pech. Check me puff weg. Nee, hij heeft nog serieus één leven of zo. Mwap, mwap, mwap. Dragon Age op zijn bakkers. Makkelijk. Exact. Ja, maar kijk, ik heb nog wel een beetje skill nodig. Ja, nodig inderdaad. You've got no skills, broer. Oh, ik loop natuurlijk weer de verkeerde kant op. Hou je kop! Dit is het woorden als wij de map kennen. Ja, dus heb ik. En jullie hebben het allemaal gefarmd. Ja. Nou, dit niet hoor. Nee, ja, dit niet gaan we niet farmen. Ja, ik wel. Een paar keer. Deze gym vergeet ik ben bij de gymleader, dus... Deze gym vergeet je gewoon nadat even je drie even wacht, hebt. Even Thijs. Give me a minute. Ja. En dan inderdaad daar even blijven wachten. En dan komt er een kerel met een Machamp aan. Yep. Ja? Yes. Oké, okay, nou zoals jullie zien zijn we klaar. En ik vind dat Thijs eerst mag. Nou ja, nee joh, Thijs ga maar. Dan ik. Ja. Eva, ik zeg yes. Waarom yes? Oké. Okay. En dan ga ik maar als laatste. Don't let me down. Don't let me down. Oui, oui. Alright, daar gaan we. Dat is pech. Porygon weg. Porygon doet me pijn. Dat is pech. Pipper wel weg. Klaar. Gefeliciteerd! Ta-da. Trainer Battle 1! Master Avia gaat gewoon dood. Gefeliciteerd! Ik heb ook gewint. Even wachten, even met mijn Squirtle ownen. Oh, hij loopt automatisch terug. Heerlijk. Ja, klopt. Grats T4G. Fuck. You. Chameleon 1, Chameleon 2, Chameleon 3. Hey Theos, wat is er aan de hand? Heb je problemen? Kort op jezelf. Ik ga waarschijnlijk verliezen nu. Nee. Jezus man, echt waar? Nee, ik ben sneller, dus ik doe hypnosis. Ja, dan mis je alles. Nee, ik doe first patch. This everlasting forest sounds like it could. This everlasting forest sounds like it could have trouble. Maybe I'd better try and find some supplies around here. No. I bet there's a rare Pokémon. Hopefully please I can come again. Buy better Pokemon. Ben je verloren? Nee. Nee. Just defeated. Oh. Oké, okay, we gaan even allemaal naar het Pokecenter. Dat is een stukje makkelijker. Dan kan je even weer een beetje bijkomen. Speciaal voor Theos. Hey back. Twee woorden, negen letters, Theos. Bier halen. Ook. Je moeders. Je moeders. Je moeders. What the fuck? Ja. Oké. Okay. Nou, ieder zijn ding, hè. Wat wij net in de tussentijd hebben gedaan, zeg maar, tussen vorige week en deze week, is dat wij nog eventjes lekker hebben gegrind. En zoals jullie dus hier links kunnen zien, wat jullie niet kunnen zien,
is dat ik een Paris heb gevangen, wat heel erg handig is binnen dit spelletje, want daar kan je een Pokecatcher van maken en tegelijkertijd een AHM-slaaf. Wat er dus voor zorgt dat je eigenlijk altijd maar één Pokémon slot kwijt bent en de rest van je deck is gewoon lekker bij je kan houden naar Pokémon's die je zelf wilt. Verder weet ik uit ervaring dat bij de derde gym is een grasgym en dat is echt gewoon een makkelijke gym op één Pokémon na en dat is Cradily. En Cradily kan totaal niet tegen vecht, dat is 4 keer geloof ik. Keer 2, heel goed. Dat zei ik, dat is keer 2. En Staraptor met Close Combat daarop instakilt hem of heeft 2 pogingen nodig, maar dan is Staraptor nog wel levend. Dus een goede Staraptor is gewoon bijna vereist voor de derde gym. Daarnaast kan je hem dan ook heel goed gebruiken voor de vierde gym, wat Flying Type is. En dan heb je dus gewoon een easy poke eventjes bij je. En daarna kan je weer denken van, nou laat die beesten maar weer lekker gaan. Eva, blijf je hier zo? In de tower? Komen jullie gezellig mee naar het bos of niet? Nee. Oh. Oh shit! Waar zijn waarom krijg je zo'n random tethered knowledge roll? Oh, die krijg je daar altijd. Oké. Okay. Anders druk Eva, ik sta hier. Ja, ik ben er. Waar zijn Thijs en ik kwam Meryl tegen. Misschien in het bos? Ja, waarom nu al? Jullie vergeten alle quests. Hey. Kom, Eva. Yo. Jij krijgt gratis items. Ja, zie je, daar komen ze, hè? Stel dat je weet wat ze zijn. Ik was er wel. Ik was er al. Oké, nou, hierboven kan je met dit meisje praten. Ik lag. Ik niet. Horen jullie me nog? Ja. Ja. Oké, sorry, mijn koptelefoon had er moeite mee. En als je met dat meisje bovenste, met het groene haar, hebt gepraat... Nee, niet, niet die geeft een kutquest. Oh ja? Ja, die geeft via een quest van, ja, ik wil 3 ultraballs en dan geeft hij je niks. Nee, helemaal niet. Volgens mij zeggen zij niks. Nou, en nou heb je dus een quest en ik ken alle quests uit mijn hoofd, dat scheelt. Ik weet namelijk ook dat je hier binnen zit nog een leuke quest. Het is bij deze vrouw hierboven het petje. En die heb je ook nog niet meteen als je die hier koopt, volgens mij. Die kan je hier niet kopen, toch, Super Potions? Nee, wel Great Balls. Nee, Great Balls ook niet, toch? Ja, ja nee. Die wel. Nou, maakt niet uit. En dan gaan we naar het huisje hieronder. En daar zitten in een... Ah, nee, dat is niet hier. Grapje. Liar! I trusted you. Was het dan in hetzelfde huis? Ja, het was in hetzelfde huis waar we net waren. Heb je hierboven bij dat meisje, heb je links in het hoekje... Nothing important. Bij de groene heb je iets dat stuk zit. En dat is een pokeball. Helemaal links van de bank staat er ook nog eentje. Daar zit een potion in. En ik dacht dat er hier zo ook nog iets zat. Zat er hier nog iets? Volgens mij zaten er 3 namelijk. Ja, misschien in die verhuisdozen. In de boekenkast. I don't think I should mess with them. Nou, dan zat hier niks meer, denk ik dan. This plant looks healthy. De prullenbak niet? Nee. Nou, oké, dan gaan we weer lekker naar buiten toe. Hey Theos, hey Lexus bedoel ik. Oui. En ja, dan gaan we nou maar de forest in. En als je de forest inloopt, dan kom je bij de eerste trainer. Oh god. Waar jullie al tegen gevochten hebben, kennelijk. Ik niet. Si, senor. Ik was nog heel even beleefd. En nou, ik zei toch inderdaad dat we netjes moesten wachten op elkaar, maar nee. Nee, we zijn te eigenwijs. Ja, je kent ons. Oh, ik lag, jongen. Hoeveel FPS heb je? Geen idee, ik heb geen fraps. Je hebt geen fraps? Frap. FPS zeg ik. Ja, ik heb geen fraps, dus ik kan het niet zien. Dat hoeft ook niet, dat zie je op je OBS. In fraps heb je een prachtige FPS-counter. Op je OBS zie je het rechts onderin. Niet. Wel. We know. Oh, ja. Ik heb 30 FPS, maar mijn internet-ding... Nou ja, Pidot lijkt gewoon. Dat bij mij niet. Hoe kan ik mezelf hitten in confusion met hypnosis? Je geeft jezelf hoofdpijn. Nee, je geeft ons ook hoofdpijn. Jouw woord, niet de mijne. Burn! You need a burn heal with that.
Oké, nou ja, we gaan in ieder geval dit fucking irritante grote Derek bos even doorlopen. Yay. Dit is echt totaal niet interessant, vind ik. Gaan we nog de items pakken onderweg of gaan we gewoon in één klap door? Items. Items. Oké, okay, nou, dan gaan we items. Ja, hoe maar. Butterfree is echt keihard aan het hacken, jongen. Hoezo? Hij confused me echt gewoon met elke hit. Nou, in elk geval, wij gaan dus even dit bos doorlopen, pakken wat items en dan zien jullie ons bovenaan zometeen weer. Dag jullie. Vanaf hier ben ik het uit, sorry, ik ben het uit. Hooper, kom tegen. Een squirtle staat hier boven. Misschien nog wat leuke momenten. Ja, daarom laat ik hem squirtle? Ja, laat hem ook lukken. Ja. Sorry voor de squirtle, hier freaking spoelen vertragen. Zo. Net als ik snikkel tegen. Ja. En wij hebben nog ik heb een squirtle. Ik denk dat hij had een squirtle. Ik had aan een gateball en die ging al mijn. Volgende keer. Moet eerst een nieuw connecten, weet je nog? Ja. Dat kan morgen. Nee, alleen moet je hem pas weer. Zou ik hem nog zo? Ik kan ook echt matchen op de rechts. Ik zeg met Tom. Maar zeg ik hier nee. Nee. Ja, zeg ik zelf is leuk, maar dat is een beetje. Dat is een passie. Ja, dan moet je hier de. Ben je er niet in de 26? Nee. Dan kun je het beter van 3 is 1% van de week. Nou ja, 1 keer en dan 1 keer meer, maar dat weet je nog wel. En dan breng ik 2 keer en 1 keer dat doen we dus. Oké. Nee, ik heb het wel van dit, dat is mijn zoon. Nee, dat was een malen. Ja. Ik ga het niet doen. Ik ben dikke, langzaam, maar ik zal nog achter je. Ja, weet ik. Hier komt in de deur, naar de bom. Is het wel? Ja, er komt lekker. Want het valt in het bos. Ja, waar? Sven. Ja? Oké, je bent er weer. Je vinger met jingeling durft er weer. Ja. Ik moet van deur. Zie je me staan even? Ja. Ga je nou lekker. Hel, alsjeblieft. Meid, ik heb gewoon een succes Pokémon en dan... Oh, lekker recht. Wil ik een race gebruiken, achter de wap, wap. Ik heb een oorlog. En nog ja, ik kan van die werking Dus ik heb nog tijd hoor. Ja, want als je dieper ligt, dan je een level gebruikt. Ja, goed idee. Nee, precies. Nou, die zoek het uit even. Ja, wat zei je? Ik ben er nog wel over, trainers. Wat zei je? Ik ben er nog trainers. Ja, dat weet ik, ik ben hier eerder geweest. En mensen gaan lopen verkeerd, maar. Nee, ik kan bij de paren aan het einde nemen. En wanneer ben je met einde? Nee, je hebt ook bijna 3 paren en die laatste 2 kun je nemen, maar de tweede is het is ten. Connection to the game server may have been lost. Flip. En toen kwam ik een patcherie zo tegen.
Wauw. Nee, die wil ik echt niet. Zijn zo slecht. Ja, klopt. Weet ik niet. Nee, je weet wel dat Patcherie zo slecht is. Ze zijn zo kawaii. Ja, ze zijn... Ja. Sunkern! It's so cute. Oh, Nidoran heeft double kick. Nice. Ook een goed hoed. Nidorino is trouwens wel lekker voor de tweede gym. Yep. En de derde ook. De derde inderdaad ook. De derde, heel lekker. Fight. Daarom ben ik hem aan het trainen. Uh-huh. Even zorgen dat je ook 30k hebt voor de Moonstone. Ja, die kan je ook gelijk in de derde gym halen. Ja, met Nidoking of Staraptor is het heel easy. Of Queen, maar... Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Ja, nou, oké, okay. Yeah. We zijn dus aan het einde van het bos beland. En we hebben allemaal iets blauws. Ik heb een Wooper achter me aan. Die van Thij is niet zo blauw, maar... Nee, een, mijn Poliwag wil niet achter me aan, omdat hij dood is. Ja, maar dan hoort het wel te kunnen. Ja. Ja, ik heb ook set follow gedaan, maar... Ja, daar is hij. Yay! En Poketart, oftewel Eva, die heeft een Poliwag ook... En Theos heeft een Wartortle.
Heb je ook nog een ander water? Ik heb polyswag. Wat heet iedereen polyswag en ik een Wooper? Nou, oké, okay, maakt niet uit. Je bent dus ja, we gaan nou eventjes kijken op route 3. En... En er komt meteen een gulp in tegen. Niet doen, heeft toch geen nut. Oh, dit gaat makkelijk. Er staat hier, een, naast die kleine boompjes aan de bovenkant, staat er een klein jochie en dat kleine jochie... Wat? Fuck. Wilt hij ook niet met jou praten? Nee, dan moesten we beneden in dat stadje nog praten. Godverdomme, was ik dat vergeten. Pachurisu! Cherubi. Doodmaken. Yay! Met een luchtaanval tegen de Pachurisu. Heeft heel veel nut. Quick attack. Wat je van... Monkey! You mean monkey? Monkey! No, that's definitely a monkey. Monkey! Whatever! Mansleutel. Cherubi. What the fuck zeg jij nou? Oh, Monkey. Ja, jezus. Man. Het duurt even. En ik heb een monkey. 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 Sunke. Monkey. 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 Oh my. Ik gooi de referentie er al in. Andy Ever. In plaats van met een fucking tackle. Hey, waarom loop ik terug? Waarom loop ik hier overal random doorheen, zonder dat ik een fight krijg? Jij wordt geen monkey gegund. Nee, echt hè? De mijne is een plus attack nature. Monkey? Hij zit in de box. Oh, monkey! 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 Whatever! Monkey. Wing attack. Ik heb al zo vermoeden dat deze aflevering de Monkey Business gaat heten ofzo. Wat? Nee, nog een Monkey. Deze is level 9. Oké, die is ook dood. Kut beest. Laat die om beren leren kan. Oh, ik heb hem ook ineens gevecht. Auw. Niet fluiten, ja. Inderdaad. Is niet lief. Wing attack op een Pikachu. Heeft heel veel zo, wat? Nog echt gewoon meer dan de helft. Oké, okay, I'll deal with it. Gierig meat. Herderder. Ja, deed mijn facecam het nou nog maar, hè? Had je dat gezien? Ja, nogmaals excuses voor de facecam vorige aflevering van Theas. Jullie zijn langzaam. Zo, ja. Moet jij zeggen, man, jezus. Hey, ik sta hier al. Waar? Ik zie je niet. Oh, nee. Ja, weet ik. Wie loopt er nou weer naar boven? Eva. Wat hadden we nou net gezegd? Je zegt een heleboel, maar ik luisterde niet naar. Domme brok. Nou ja. Ga eens uit mijn bosje. Ik vind het helemaal mooi. We gaan in de volgende aflevering hier naar boven. En dat is Dissidia. Oftewel Dissidia. Weet ik veel hoe dat iedereen het noemt. Het boeit me namelijk helemaal geen ene kut. Gewoon Dis. Oftewel het grootste stadje van heel de map. Nou, dat is niet waar. Maar... Eternal Heights, maar dat... Ja, maar dit stadje wordt het meest gebruikt, zeg maar, in... Bij iedereen, zeg maar. En daar zit vrij veel... Er gebeurt daar vrij veel en je kan er heel veel, dus... Dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Dus ik zie jullie graag volgende week en laters! Bye bye! Bye! Doei!